תודה. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة على الصلاة حي على الفلاح على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله Ik getuig dat er niemand aanbiddingswaardig is behalve Allah. Hij is één en hij heeft geen deelgenoten. En ik getuig dat Mohammed, vrede zij met hem, zijn dienaar is en zijn boodschapper is. Ik zoek toevlucht bij Allah tegen het kwaad van Satan, de verworpene. In naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle. Alle lof komt Allah toe, de Heer der werelden. De Barmhartige, de Genadevolle.
meester van de dag des oordeels. U alleen aanbidden wij en u alleen smeken wij om hulp. Leid ons op het rechte pad. Het pad van hen op wie gunsten zijn geschonken. En niet het pad van hen op wie toorn is nedergedaald. En ook niet het pad van hen die later, nadat zij begunstigd waren, zijn afgedwaald. Amin. Vandaag zal ik twee dienaren van de Jamaat vermelden die overleden zijn. Bashir Ahmed Rafiq Khan Saib en tweede een dokter van Nusrat Jahan. Ieder mens die in deze wereld komt, die zal uiteindelijk de wereld ook verlaten. Maar gezegend zijn hun die God ervoor, die door God in staat worden gesteld om een religie te dienen en ook de mensheid te dienen. Bashir Rafiq Khan Saab was een missionaris en heeft in verschillende functies de Jamaat gediend en heeft zijn verantwoordelijkheden op een voortreffelijke manier vervuld. Hij is 11 oktober 2016 op 85-jarige leeftijd overleden in Londen. Hij had in Punjab Universiteit BA gedaan en heeft in de jaren 50 heeft hij Jamia Tul Mubashirin gedaan. En hij stamt af van een metgezel van de beloofde Messias. Danishmand Khan was zijn vader. Hij werd geboren in 1890, zijn vader. En hij ontving ook visioenen van God. Bashir Rafiq Khan Saab was een geboren Ahmadi. Zijn vader heeft in 1921 Ahmadiyyat aanvaard. En hij werd geboycott door de dorpelingen waarin hij woonde. Geliefde Messie Rabi, de vierde geliefde, had een brief geschreven naar zijn zoon. En daarin heeft geliefde Rabi geschreven: wanneer iedere keer dat u naar mij schreef, schriftelijk, de brieven doen mij denken aan uw vader. En zijn bijzondere eigenschap van zijn vader was dat zijn woorden en daden in overeenstemming met elkaar waren. En Azu zegt, dit is ook een bijzondere eigenschap die een Ahmadi hoort te bekleden. En mogen God dus zijn nakomelingen ook in staat stellen om deze eigenschap in leven te houden. In de jaren zijn vader trouwde met een dochter van een metgezel. In die jaar had Hazrat Moslimoud een oproep gedaan
om aan jongeren dat zij hun leven moeten toewijden voor het geloof. En hij was ook, zijn vader behoorde ook tot een van die jongeren die hun leven hadden toegewijd. En in die tijd was er niet echt een georganiseerde verband, een manier om leven toe te wijden. En zijn vader Zo vertelt over de studie. En tijdens de studie kreeg hij ook verschillende opdrachten van Hazrat Muslimaud. En terwijl hij is aan het studeren was aan Qadian, kreeg hij ook eens de opdracht om naar Rabwa te komen en zijn studie te verlaten daar. En hij gaf meteen gehoor aan, aan de stem van Hazur. Hij was bezig met zijn studie, maar in die studie was er een hevige vervolging van Ahmadiyyat. En daardoor was hij ook niet in staat om goed te studeren. En hij was heel erg teleurgesteld dat hij was gezakt vanwege de toestand had hij niet goed kunnen voorbereiden. En wat Hazur ook vertelt, dat deze persoon, hij kreeg in zijn droom zijn examen kreeg hij te zien. En ook hij had Hazur Muslimaud tegen hem gezien van wat ook gebeurt, je zult uiteindelijk slagen. En hij vertelde ook aan zijn vader waarom hij heel verdrietig was dat hij gezakt was. En zijn vader zei, ik maak je geen zorgen. Ik bid dat jij inshallah zult slagen, maar hij was ook gezakt. En hoewel hij de examen precies kreeg zoals hij in de droom zag, en hoewel hij zijn Muslimaud had verteld dat hij zou slagen ondanks wat er ook gebeurt, toch was hij heel erg verdrietig dat hij gezakt was, ondanks deze zogeheten voorspellingen. Nou, uiteindelijk kreeg hij op een dag heel veel brieven, en in die brief stond vermeld dat hij de verkeerde resultaat had ontvangen. En daar in de brief werd hem dus verteld dat hij in werkelijkheid geslaagd was. Dus uiteindelijk kwam het woord van God uit en hetgeen wat Hazrat Muslimaud had gezegd, namelijk dat hij zou slagen. Daarna gaf Hazrat Muslimaud hem de opdracht dat hij de studie van Jamia moet volgen. Want Hazur wou hem voor missiewerk ergens sturen.
مختلف علوم میں مہارت حاصل کرنے کے طریقے کی طرف توجہ دلاتے رہے. آپ نے Hij was ook gezegend dat als een moslim uit Radiallahu anhu, toen Jamia bezocht, hij ook aanwezig was. En als een moslim uit had hun onderwezen hoe zij verschillende kennis, hoe zij verschillende kennis kunnen vergaren. Als een moslim uit gaf ook hun het advies dat zij een persoonlijke bibliotheek moeten hebben. Hazur zegt, het is de taak van Jamia-studenten overal ter wereld dat zij een persoonlijke bibliotheek hebben. En ik heb ook een vergadering gehad met missionarissen in Londen naar Jalsa Salana en ik heb daar ook iedereen gevraagd. En ik geef veel nadruk op het feit dat er overal in onze missiehuizen bibliotheken moeten zijn. Toen, voor missiewerk, werd hij gestuurd naar Londen. In opdracht van Hazrat Muslimoud. Hazrat Muslimoud gaf hem ook veel richtlijnen en gebeden. En toen hij in Londen was, functioneerde hij als Naib Imam Londen van Masjid Fazl. Voordat hij vertrok naar Londen, ontmoette hij Molana Jalaluddin Shams, want hij was ook imam geweest van de moskee in Londen. Eén advies die hij gaf was: en Jalaluddin Shamsab zei: ik heb zelf persoonlijk heel veel geprofiteerd van deze advies. Toen ik in Syrië missionaris was, had Munirul Hassani Saib bad gedaan. En daarna is de jamaat ook vergroot, ontwikkeld. En zijn ambitie om het geloof te verspreiden werd maar groter. En Munir Saab kwam heel vaak naar Shamsab, naar de missiehuis, om hem te bezoeken. En ze zouden gezamenlijk ook eten. En op een dag tijdens het eten zei Shamsab tegen Munirul Hassan Saab: er is te veel zout in het eten. Wees voortaan voorzichtig. Munir Saab was stil en daarna zei hij: Molana Saab, u weet dat ik vele dienaren heb. En ik heb heel veel dienaren en ik ben een rijke man. Ik heb nog nooit thee voor mezelf gemaakt. Maar ik maak eten voor u. En dit doe ik slechts om de welbehagen van God te verkrijgen. Daarom dien ik u. Dus u moet mij vergeven als ik een fout maak tijdens het koken. Want het is niet mijn taak om te koken. Shamsab zei over dit incident: ik leerde hiervan. Onze dienst, die leden van de jamaat doen, dat doen ze niet. Dit doen ze slecht. Leden die ons respecteren, doen ze alleen voor de welbehagen van God. Daarom moeten we onthouden dat als iemand ons dient, dan is dat een gunst voor ons. En wij hebben niet recht om hun iets te zeggen.
als zij een fout maken. Hazur zegt, de leden van de jamaat zijn gezegend met mensen die met onvoorwaardelijke liefde de jamaat dienen. Chaudhry Rehmat Ali Khan Saab was imam in Londen. Hij ging weg en uiteindelijk werd dus Khan Saab aangesteld als imam. Bir Rafiq Saab begon Muslim Herald tijdschrift. En hij begon ook Akhbar Ahmadiyya. En hij zou in principe de gehele tijdschrift zelf runnen. En ook heeft hij Review of Religion daar ook zijn diensten voor geleverd. En hij was heel vaak ook samen met Khalifatul Masih, met de derde Khalifa, wanneer Khalifatul Masih Salis, de derde Khalifa, op reis ging in Europa, was hij altijd aanwezig als lid van de kafla. En hij heeft ook als privé-secretaris gefunctioneerd. En hij was ook aanwezig tijdens de historische preek van de derde Khalifa over de kruisiging van Jezus in Londen. En hij had eigenlijk ook de toezicht van het organiseren van dit programma. En hij is een lange tijd imam geweest van de moskee van Londen. Hij heeft ook in Wakilul Dewan en ook als Wakilul Tasnif en additional Wakilul Tasnif Rabwa en Wakilul Tasnif London en editor Review of Religion en Chairman Board Review of Religion en lid van de Sadr Anjuman en lid van Iftaak-comité en lid van Board Kaza en ook heeft hij in wereldlijke instanties was hij lid geweest, ook van Rotary Club was hij lid. Dus dit waren verschillende functies die hij ook had aangehad. Waarin hij heeft gediend, de jamaat. Zijn zoon schrijft. Hij zou heel regelmatig zijn in tahajjud en heel met vurige smekingen zou hij smeken tot God. En hij zou heel veel droed lezen en hij was heel regelmatig in zijn chanda betalingen. Hij zou juist heel erg nadruk leggen op het feit om financiële bijdragers te geven. Toen hij door de tweede Khalifa werd geroepen,
was hij al begonnen met zijn studie van rechten, om rechten te studeren. En toen Hazrat Muslimat gaf hem de opdracht: stuur hem op missie. En hij wou juist de jamaat dienen als advocaat. Maar Hazrat Muslimat zei: we hebben juist advocaten van het geloof nodig. En Hazur zegt, we zien het feit dat als hij slechts de religieuze advocaat, wereldse advocaat was geweest, had hij nooit zulke grote diensten kunnen verrichten zoals hij nu heeft kunnen doen als een religieuze advocaat. Dus hij, door het kiezen, voorkeur geven van religie, heeft hij zowel de wereld evenals religie gekregen. Hij had een hartziektes en vele operaties vonden plaats. En vanwege deze ziekte was hij heel erg zwak. En ondanks deze ziekte zou hij regelmatig brieven blijven schrijven naar mij om zijn liefde te uiten aan Gelaafd. En wanneer hij wist over mijn programma, zou hij zeker deze programma's bijwonen. Soms op een rolstoel zelfs. En hij zou altijd ook de vrijdagdiensten bijwonen. Mogen God hem vergeven en ze hem doen groeien in de spiritualiteit, in het hiernamaals. En mogen zijn nakomelingen zijn voorbeeld volgen en altijd trouw blijven, loyaal blijven aan Jamaat. Mevrouw Nusra Jahan Saiba is ook overleden in Londen 11 oktober 2016. Zij was in Rabwa, zij woonde in Rabwa. Maar ze zou wel regelmatig komen naar Londen, omdat ze ook Engelse nationaliteit had. En zij kwam voor de jaarlijkse bijeenkomst van Verenigde Koninkrijk, maar daarna werd ze ongelooflijk ziek, waardoor zij ook niet terug kon en dus ook hier bleef. Hoewel haar gezondheid beter werd, kreeg ze toch helaas de aanval en was ze binnen enkele uren overleden toen ze de aanval kreeg. Zij was geboren in Karachi. Haar vader was ook een grote dienaar van de Jamaat. En haar familieachtergrond is afkomstig van Yupi. En in 1900 had haar opa de beloofde Messias geaccepteerd. En haar opa had de beloofde Messias ontmoet ook. Zulfikar Ali Khan Sahib heeft Malik Khan Sahib, haar vader dus, ook toegewijd voor het geloof volgens de wens van de beloofde Messias, alayhis salam. Hij had gestudeerd in Punjab Universiteit, zijn vader.
En daarna kreeg hij een hele goede functie, wereldlijke functie. Maar zijn vader zei, het is belangrijk dat u voor religie uw leven toewijdt. Ik heb u niet onderwijs gegeven, zodat u voor de wereld werkt. Uiteindelijk heeft hij ontslag genomen en is hij teruggegaan naar Kadiaan om de religie te dienen. En dezelfde ambitie zien we ook terug in haar dochter. Ze had gestudeerd in Londen. Ze was gespecialiseerd in Londen. Zij had duizenden euro's kunnen verdienen. Maar slechts om de mensheid te dienen, heeft zij geaccepteerd om een kleine dorp als Rafa te kiezen. En daar heeft ze dus, volgens de jamaat, heeft zij haar leven met onvoorwaardelijke en onbaatzuchtige manier heeft zij de jamaat gediend en de mensheid gediend in Rafa. Heel veel mensen hebben over haar geschreven. Ik kan niet alles vertellen. Dat is heel moeilijk voor mij. Maar ik zal enkele met u delen. Haar dochter schrijft. Zoals ik eerder heb verteld. Zij had eerst gestudeerd in Pakistan en daarna had zij gespecialiseerd in Londen. In 1985 was zij begonnen in Fazl Umar ziekenhuis. En sinds die tijd heeft zij dus de jamaat gediend tot heden. Zij was ziek. Ze had problemen in haar lever. En daarom was ze 5 april met toestemming was ze gekomen naar Londen. En haar genezing was bijna voltooid, maar ze kreeg een borstinfectie. Maar hoewel we dachten dat ze gezonder werd, maar uiteindelijk kreeg ze een aanval dat uiteindelijk haar leven nam. Ze had ongelooflijk veel vertrouwen in God. Ze had liefde voor de Koran. Liefde en loyaliteit had ze voor gelaven. Ze was heel... een bijzondere gehoorzaamheid had ze voor gelaven. En dat was altijd haar voorkeur. En Hazur zegt, ik ben zelf getuige. Dit is geen overdrijving. Dit waren eigenschappen die ik zelf heb gezien die zij had. Ze zou altijd voor het beginnen van genezing zou ze bidden tot God voor zijn help. Ze zou altijd sadqa geven. En ze zou ook mensen die ziek waren, zou ze op eigen kosten zou ze hun genezen. En ze had heel veel pijn voor en liefde voor de geld van de jamaat. En ze zou altijd proberen om geld te besparen in plaats van geld uit te geven, als dat mogelijk was. En ze zou zo uitvoerig onderzoek doen dat ze zelf bijvoorbeeld het verkrijgen van medicijnen zou ze, als het mogelijk was, om dezelfde kwaliteit van de medicijn van een andere bedrijf te krijgen, dan zou ze voorkeur geven aan dat, zodat de geld van de jamaat niet verspild wordt. En ze was heel standvastig in haar laatste jaren. In haar laatste fase van de ziekte. En ze zou haar kinderen ook op een bijzondere manier opvoeden wanneer ze zag dat hun
kinderen, haar kinderen iets goeds doen, dan zouden ze altijd hun belonen. En ze zou altijd leuke adviezen van Hazrat Ambadjan of van andere literatuur vanuit de Jamaat zou ze altijd delen met haar kinderen. Dus als ouders altijd hun kinderen blijven adviseren, bijvoorbeeld over de hijab, als wij onze kinderen vanaf het begin goed onderwijs geven en goed opvoeden, dan zullen ze nooit minderwaardigheidscomplex ervaren wanneer ze ouder zijn in het praktiseren van islamitische normen en waarden. Een collega van haar vertelt dat zij een hele goede dokter was. En de collega van haar vertelt dat zij was een hele goede leraar ook. En dat de collega heel veel van haar heeft geleerd. En haar leven is een belichaming van het geven van offers. Haar voorkeuren waren anders dan andere mensen. En ze zei altijd, ik heb maar twee taken. Nummer 1 mijn dochter en nummer 2 mijn profession, mijn beroep. En ze zou heel veel zorg geven aan arme leden van de Jamaat. En ze zou ook arme patiënten zou ze ook zelf bellen en vragen hoe het met hun gaat en of ze behoeftes hebben. En ze zou ook rekening houden met haar onderdanen en medewerkers. En als ze iemand te veel hard laten werken, dan zou ze bijvoorbeeld 's avonds of later zou ze een cadeau sturen of iets lekkers koken en aan haar collega's of medewerkers geven. Om het harde werk te compenseren. En haar collega, laatste jaar zou ze altijd haar overal meenemen en ze zou altijd me herhalen, ik heb maar heel weinig tijd. Op dat moment begreep de collega het niet, maar nu begrijpt ze dat nu dat ze overleden is. Azu vertelt, ik heb heel veel brieven gekregen en iedereen vertelt dat ze verdrietig zijn en over dit feit. En in Ghana is ook een dokter, zij vertelt. Mijn primaire opvoeding en training komt ook door dokter Nusrajan Saiba. En als ik problemen had vragen, dan zou ze mij altijd heel goed begeleiden. En ze zei altijd, schrijf naar Hazur als je tegenslagen ervaart. En toen ik met haar werkte, heb ik genoteerd dat ze heel gedetailleerd te werk ging. Ik herinner me dat als ze zag dat een licht van een kamer onnodig aanstond, dan zou ze die licht uitdoen en zeggende van dit is verspilling van energie en geld van de Jamaat. En ze zei ook eens een keer dat de relatie van man en vrouw is heel erg belangrijk. Die moet altijd goed zijn. Als dat goed is, dan ervaar je een hele mooie leven.
En Azur zegt, dit is een hele mooie advies. Zij had deze dokter in Ghana gebeld. Een aantal dagen voordat ze opgenomen was. Dr. Nuri Saab, Rabba mein jo Tahir Heart ke incharge hain, wo kehte hain ki guzashta 9 saal se zyada arse se muhtarma Dr. Nuri Saab, de directeur van Tahir Heart. Ik heb 9 jaar met haar mogen werken. Zij had bijzondere eigenschappen die zelden in dokters te zien zijn in de tegenwoordige tijd. Ze was godvrezend en zou ook bidden voor haar patiënten. En ze had ook heel bijzonder veel kennis van de Koran. En ze zou ook het voorbeeld van de heilige profeet en van de beloofde Messias volgen. En ze zou ook heel veel aandacht geven aan Parda. En zo zegt zij is een toonbeeld van hoe Parda moet zijn. Zij heeft een heel hoog opgeleide studie achter de rug. En dit heeft ze allemaal gedaan met het gebruik van de niqab. Dus vrouwen die zeggen dat we niet een hoog onderwijs kunnen behalen door het dragen van de sluier is onjuist. Want zij heeft een heel hoog opleiding gehad. En ze was heel ook strikt in het dragen van de sluier. En er zou ook heel vaak voorkomen dat ze nachtdiensten gaf. Dus ze was een hele ijverige vrouw. En ze was heel strikt in het volgen van haar regels. En ze was heel gedisciplineerd. Zij was zacht van hart, maar ze was wel heel streng omdat ze de regels wou volgen. Op een dag was zij in de auto terug naar huis aan het gaan. En ze zag onderweg iemand die hulp nodig had en ze ging hem helpen. En ze was ook een hele goede spreker. En ook haar vader was een hele goede spreker. En ze zou vaak ook uitgenodigd worden om preken te geven binnen de jamaat. En meestal in haar praken kwam het onderwerp van gelaafd en de gunsten van God kwamen heel vaak voor. Ze was eigenlijk een weerspiegeling van haar vader. Als het hier om ging. Ze was heel loyaal met Gelafet. En ze zou juist heel vaak de adviezen van Hazur heel vaak bespreken met haar collega's. En dit was niet alleen woord. In haar gedrag kon je dit terugzien. Ze was echt een voorbeeld voor vrouwen. Zij was heel slim en intelligent. En we hebben gezien in de medicaties die zij heeft gedaan, dat heel vaak de besluiten die zij nam met betrekking tot de genezing van haar patiënten altijd juist was. Dus soms zou ze iets vertragen en soms zou ze een andere keuze doen. En altijd was die keuze goed. Ze zou altijd meeleven met de patiënten.
En haar liefde was niet alleen beperkt tot een specifieke groep, maar ze had een hele grootschalig contactenkring die gezegend werden met de liefde en mededogen en genegenheid van haar. Een dokter vertelt over haar, ze zou alles goed in orde hebben en vooral geschiedenis goed bijhouden van alle medische documenten. Fuzail Ayasa, missionaris, schrijft over haar. Zij was heel zachtaardig. Toen ik in Jamia die in dienst was, ben ik in Rabba gegaan en ik werd ook medisch behandeld door haar. En ze was heel sympathiek en zachtaardig. En omdat wij onze leven hadden toegewijd voor het geloof, hadden we bijzonder veel liefde ervaren door haar. En onze kinderen waren ook geboren in het ziekenhuis in Rabwa. En we hebben gezien dat deze dokter nog meer bezorgd was over onze kinderen dan wij zelf. En ze zou veel meer zorgen geven aan onze gezondheid dan wij zelf over onze eigen gezondheid. En mijn dochter was 4 jaar en die zei tegen haar: ik wil een broer en dokter Saiba lachte daarom en zei: bid tot God, dan zou je broertje krijgen. En ze zou altijd ook hiervoor bidden en ook naar Hazur hiervoor schrijven. En uiteindelijk werd die missionaris gezegend met een zoon. En ze zou dus die meisje die het had gevraagd, zou ze meenemen. Kijk, nu heb je uiteindelijk een broertje gekregen. Er kwamen ook heel veel niet-Ahmadi Molvi's en naar het ziekenhuis. En door de behandeling van haar werden zij ook gezond. En die Molvisa was 9 maanden onder haar behandeling, dus heeft ze ongelooflijk veel tablieg gedaan. Tijdens die tijd. Tijdens de dienst van de Arabische desk heeft gezegd: toen ik Londen kwam, was mijn vrouw in Rabwa. En ze moest een operatie ondergaan. En er was heel veel gevaar. En dokter Saiba heeft heel veel gebeden. O God, zij is de vrouw van een wakfe zindagi. Die man is gegaan om dien te dienen. Zegen deze vrouw. En God heeft zo'n gehoor gegeven aan het gebed. Dat uiteindelijk zij zo gezond werd dat de operatie niet nodig was. En tijdens ons programma zegt hij Nadisa: dat is een keer Arabieren op bezoek waren in Rabwa. En ze had paratha's gemaakt, Pakistanse roti's. En ze zei: ik heb deze roti praktisch voor jullie gemaakt, want jullie gaan Hawarul Mubashir programma doen. Zodoende krijg ik ook een beetje een deel van de jihad die jullie doen. En
En over haar wordt gezegd dat zij was een hele goede rolmodel voor vrouwen die terughouden zijn met betrekking tot het dragen van een sluier. Want ze had een sluier aan en ondanks dat ze een sluier aan hem was ze ongelooflijk actief. En iemand schrijft dat Dost Mohammad Shahid Sahib was ook een dienaar van de Jamaat en die zou zijn zoon meestal sturen naar hun huis omdat zij had geen broers, ze waren alleen maar zussen. Dus hij zou altijd gaan om hun te helpen als ze een behoefte hadden. En wanneer zij geholpen werd door iemand, door deze zoon van Dost Mohammad Shahid Sahib, zou zij ongelooflijk veel cadeaus geven en haar blijdschap uiten aan deze man. En ze zou vaak ook naar Londen gaan op eigen kosten. En de reden dat ze deed om heel veel nieuwe technieken te leren en nieuwe machines te kopen om deze mee te nemen naar Rabwa om daar deze te gebruiken voor behoeftigen. Heel veel machines heeft zij niet goed zelf kunnen gebruiken, maar mogen God de dokters die nu daar werken al hun in staat stellen dat zij deze machines kunnen gebruiken die zij had gekocht. En de ontwikkeling van het ziekenhuis komt ook vanwege de harde werk van deze dokter. Nog iemand schrijft, zij was heel goed in gedrag en ze deed met moederliefde zou ze ons behandelen en ze zou meestal zelf de kosten opnemen van recepten. Nog een lid van de staf schrijft dat ze ongelooflijk zachtaardig was. En ik heb 31 jaar onder haar hoede gewerkt. En ze zou altijd ons helpen in tijden van tegenslagen. En ze zou altijd de pijn van een ander als haar eigen pijn zien. En ze was heel erg loyaal en gelaverd. Een patiënt van haar schrijft, op een dag was zij mij aan het behandelen en ik was de vrouw van een wakf zindagi en de ultrasound moest plaatsvinden en ze zei tegen een collega van doe haar ultrasound en het was heel druk. En toen ze in de rij stond, zei de patiënt dat in de wachtrij op een stoel een hele arme vrouw stond.
Maar de assistent die wou dus die arme vrouw zeggen van sta op, zodat deze patiënt kan zitten. Plots, toen dat aan het gebeuren was, kwam, roepte zij nee, wacht, laat die arme... En toen kwam ze zelf met een andere stoel. Dus zodoende gaf ze ook het recht aan de vrouw van de wakverzinnigie en ook heeft ze recht gedaan aan de arme vrouw die daar zat. En, zodat haar gevoelens niet gekwetst werden. En ze zou aan haar medewerkers zeggen, onthoud dit goed, probeer een persoonlijke contact met Glaven te creëren en probeer altijd te schrijven voor gebeden naar Geliefatul Messie. En wanneer zij een brief kreeg van Hazur, kon je het zien in haar gezicht dat ze super blij was. En zij, haar leven was heel belangrijk in onze eigen geloofversterking. En ze zou ons ook motiveren om de Jamaat zoveel mogelijk te dienen. Om haar te ontmoeten was heel geloofversterkend. En zou men groeien in ambitie. Abid Ghansam van de Pres Ahmadiyya die heeft geschreven naar mij. Als ik iets hoor van Geliefatul Messie. Zij zei van, als ik ook, zelfs als ik onzeker ben, maar als ik ook maar een beetje merk of iets merk dat dit afkomstig is van Geliefatul Messie, zou ik dat meteen gehoorzamen. Dus dit is het niveau van loyaliteit en gelaven die zij had in haar leven. Er zijn heel veel brieven die ik heb ontvangen. Het is onmogelijk dat ik al deze kan voorlezen. Op een dag, een vrouw heeft geschreven dat zij haar huis, zij was onderweg ergens naartoe. En ze kwam de dokter tegen. En in het gesprek vertelde zij, ik gebruik de auto alleen, de auto van de Jamaat alleen voor Jamaatzaken, niet voor mijn persoonlijke doeleinden. Haar dochter schrijft, zij was echt een voorbeeldig moeder. En als ik een probleem had, zou ik altijd schrijven naar haar voor gebed. En alle problemen zouden dan verdwijnen als ik het aan haar, naar haar zou schrijven. En ze heeft mij opgevoed als vader en als moeder. En als zij het gevoel had dat zij haar, als zij het gevoel had, zij zei tegen haar dochter, het kan zijn dat ik u niet genoeg tijd geef, maar het dienen van, en het dienen van mensheid is ongelooflijk belangrijk. En de tijd die ik u niet ga geven, ik vertrouw in God dat hij zelf uw behoeftes zal vervullen. En ze zei altijd, ik wil u een advies geven die mijn vader aan mij had gegeven. Onthoud altijd twee dingen. Eén ding, het vertrouwen in God. Dat is belangrijk. En het tweede is loyaliteit aan Gilafat. En ze zei altijd, schrijf brieven naar Hazur. Couch, اور دوسری طرف سادہ سی میز کرسی پڑی ہوئی تھی
Zij begonnen heel klein in Fazal Umar Foundation. En ze had maar een heel klein tafeltje toen zij begon. En zij heeft zelfstandig hard gewerkt. En uiteindelijk is dit uitgegroeid tot een heel groot ziekenhuis. Ze zou zelf op reis gaan naar Lahore, Faisalabad om de medische apparatuur te kopen. En ze zou eerst verschillende offertes nemen en dan pas een keuze maken. En ze zou altijd proberen om geld te besparen. Zelfs tijdens haar ziekte zou ze altijd de namen noemen van de apparatuur die in het ziekenhuis lagen. Zoveel liefde had ze ook voor het werk. En de dokters in Engeland zouden zich ook afvragen, hoe weet ze deze namen en hoe kent ze dit alles? En de dochter, toen haar dochter zou houden huilen, zou ze altijd zeggen, gedenk God. Leg je vertrouwen in God. Mogen God haar dochters, haar kinderen in staat stellen dat ze de adviezen van haar moeder volgen. Mogen God ook deze dochter beschermen en alle behoeften van haar vervullen. En mogen God Fazal Umar ziekenhuis loyale dokters zegenen. En mogen God loyale, trouw aangelaverd en met ambitie om de mensheid te dienen, zulke leden blijven zegenen. En mogen God de dokters die daar werken doen groeien in hun ambitie en loyaliteit. Na Namaze Juma zal ik de Janaza Raib lezen van deze beide personen. Alle lof komt Allah toe. Wij loven hem en wij smeken hem om hulp. En vragen hem om bescherming. En wij geloven in hem en verlaten ons in hem. En wij zoeken toevlucht bij Allah tegen de kwade dingen in onszelf en tegen de slechte resultaten van onze daden. Wie door Allah wordt geleid, kent geen dwaling. En wie Allah laat dwalen, kent geen leiding. Wij getuigen dat er niemand aanbiddingswaardig is behalve Allah. Hij is één en hij heeft geen deelgenoten. En wij getuigen dat Mohammed, vrede zij met hem, zijn dienaar is en zijn boodschapper is. O dienaren van Allah, Allah betoont u genade. Voorwaar, Allah beveelt u rechtschapenheid en goedheid en vrijgevigheid jegens verwanten. En hij verbiedt u ontucht en slechtheid en omstandigheid. Hij waarschuwt u, omdat gij hem wellicht gedenkt. Gedenk Allah en hij zal u gedenken. Smeek tot hem en hij zal u antwoorden. Voorwaar, om Allah te gedenken is het grootste. وَدُوهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللَّهِ